De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, heeft gisteren in de Nationale Assemblée gezegd dat het staatsziekenfonds geen achterstanden heeft bij de ziekenhuizen. Het SZF is ook niet bekend met een brief die te maken heeft met een schuld van 300 miljoen Surinaamse dollars. Nog bij de ziekenhuizen, nog bij de Nationale Ziekenhuisraad zijn er schulden. Er is slechts sprake van meningsverschillen die te maken hebben met de hoogte van tarieven, benadrukt de bewindsman. Dit zei hij naar aanleiding van vragen van de oppositie over de gezondheidszorg. De oppositie had een interpellatievoorstel ingediend. Er zijn onder andere vragen gesteld over geldstromen, aankopen van gebouwen en instellingen, het openen van gratis huisartsenpraktijken en het ontbreken van jaarverslagen. Ook is gevraagd waarom er middelen zijn besteed aan een automatiseringsproject zonder dat er een openbare aanbesteding is gehouden. Voorzitter, en dat is het juist. Wanneer de minister hier zich baseert op jaarverslagen komen en we zullen het sturen. Ik bedoel, tot nu toe is niets gecontroleerd, niets is aangegeven, voorzitter. Omdat u kunt allerlei cijfers hier produceren en aangeven van dit is... Dat is gecheckt en dit is wat wij opgeven als SZF, voorzitter. Voorzitter, als ik de cijfers zo volg en de disputen die er in die samenleving, als VMS bijvoorbeeld zegt wat de achterstanden zijn en men zegt er is een verschil van inzicht. Voorzitter, het lijkt meer, eigenlijk kan je praten over een groter schandaal dan centrale bank, dan wat er daar bij SZF gebeurt, voorzitter. Maar het is gewoon dat men geen transparantie wenst om de juiste informatie, want die informatie kan je niet controleren. Maar die gemeenschap, want hier zijn er concrete vragen gesteld aan de minister met betrekking tot de bijbetalingen en waarom, wat is het beleid. De minister is concreet niet ingegaan. Kankerpatiënten moeten bijbetalen, voorzitter, en al die diensten, medicijnen, mensen moeten bijbetalen. Waarover praat de minister? Voorzitter, laat me zeggen, als je naar de minister luistert, dan is er een zekere geruststelling. En ik hoor mensen zeggen, ja, de minister praat alsof alles goed zit. Alles zit niet goed. Natuurlijk niet. Wanneer zit alles goed? Maar alles, voorzitter, zit ook niet fout. Er wordt gewerkt en we zien dat een zekere garantie is voor gezondheidszorg. We zien dat er wat errors zijn. En wij hebben de verantwoordelijkheid om eraan te werken. We komen wel van een tijd waar we met kaarten smeten, voorzitter. Waar mensen op de gangen lagen, waar er geen bedden waren. Waar het AZ, voorzitter, in feite bijna een kippenhok was, een kippenren. Nu zien we een aantal verbeteringen. Maar minister, laat me de oproep doen dat inderdaad, zoals u hebt toegezegd, er zijn een aantal verbeteringen, we zien dat. Maar dat het jaarverslag komt, de jaarrapporten komen, laten de jaarrapporten inderdaad komen, minister. Laat het daarover duidelijkheid en transparantie zijn. Want als dat enigszins ontbreekt, hoewel u misschien goed werk doet, zelf heeft u bij een pen of een speaker, hoor je, het is corruptie. Achtereenvolgens de parlementariërs Aziz Gayadin en Melvin Bouva. DNA-voorzitter Geerling Simons vatte de antwoorden van de minister samen. Samengevat heeft de minister aangegeven de jaarrapporten en zo die kunnen worden toegestuurd, die klaar zijn. Er zijn geen achterstanden bij het ziekenhuis, althans geen achterstanden in die zin, een verschil van mening waarschijnlijk, of een gezamenlijke actie om te komen tot bepaling wat het staatsziekenfonds nog zou moeten betalen, eventueel aan ziekenhuizen, gebaseerd op een kwestie van all-in en all-out. Er zijn bij de specialisten, heb ik gehoord, geen achterstanden, behalve daar waar er disputen zijn tussen het ziekenfonds en de specialist over de wijze van declaratie. Dat was er nog meer. Dialysecentra. Ook geen brieven met achterstanden, maar er zijn ook daar verschillen van mening over tarieven. Dat zijn de zaken. En de overheid is niet over het hele bedrag, maar over de eigen verdiensten. Dus is tussen de 60 en de 70 miljoen. Wisselend en is bestemd dus voor alle operations van het staatsziekenfonds. Dat was DNA-voorzitter Jennifer Geerling Simons gisteren in het parlement. Er is gesproken over de problemen binnen de gezondheidssector en de status van het staatsziekenfonds.